Ik wil altijd kerosine zeggen, maar dat zit in vliegtuigen. Maar dit kaartje deed me heel erg goed. Een hele goede morgen. Vandaag is het zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben een vloggende 50-plusser. En we zijn weer op de boot. We zijn net Akkrum uitgevaren. Het is heerlijk weer. Het is iets van 21, 22 graden. Ja, we liggen hier nu lekker aan het open water, vlak achter de Herne. En we gaan straks hier lekker even een boekje lezen en even een bakje koffie doen en gewoon even lekker zitten. Lekker chillen, lekker relaxen. En toch wel een drukke week weer achter de rug. Dus ja, en zoveel anders als vorige week. Het is heel druk. Vorige week was er geen kop. Konden we gewoon aan een steiger liggen zonder een andere boot. En nu ligt het hier vol. Dus dan moet je echt proberen om die afstand te houden. Maar dat gaat wel lukken. Geen probleem. En dit is mijn uitzicht. En dit is het molentje. Nee, ik ga het verblijven. Nee. Ga eens terug. Nee. Ze komen steeds dichterbij. Ja. Ik weet wel waarom. Ja. Daar ligt een boot en die een soort restaurantboot. Daar is een man aan boord met een barbecue. En dan kan je dan heen varen en dan doet hij met een hengel of een lang ding, een lange stok, geeft hij de menukaart aan. En dan kan je eten bestellen. En ik denk dat je het dan later weer af moet halen. Dan kan je gewoon aanmeren bij die boot. En ja, die dobbert hier wat rond. Ja, klant Dizzy. De boot heeft even gedraaid. We liggen namelijk de punt de andere kant op. En dan kunnen we mooi de parasolletjes op dek. En dan kunnen we mooi wat schaduw creëren. Trouwens, hier onder de tent is het ook lekker hoor. Hier is het ook weer schaduw. Dat doen we even voor Romke, maar die is nou weer naar binnen gegaan. Oh, die komt er weer uit. Nou, kom maar. Kom maar. Hier? Ja. Ik ga nou naar de baasje toe. Nou, ga maar. Komt die aan hoor. Van deze kant. Doe maar. Zo, we zijn even het broodje aan het eten. En daar aan de overkant proberen ze dus allemaal mensen te lokken voor een tapasplankje of een hapje. En dan varen de mensen door en zeggen ze, nee, hoeft niet, we gaan varen. Ja, maar je kunt wel vast bestellen, straks ophalen. Ze proberen het zo. Maar ze hebben niet veel klandizie. Mensen varen lekker door. Is dat lekker dan? Hé. Hey. Ja, anders krijg je ook niet, hè? Och, kijk eens, er komt je water ook al. Nou, jongen. Je water drinken nog. Wat lekker. Zo, het is inmiddels 6:30. We hebben hier heerlijk gelegen. Een beetje lezen, een beetje koffie drinken, een beetje chillen, gewoon heerlijk ontspannen. Dus we gaan straks wel terug naar de haven, want het wordt
morgen windkracht 6. En omdat we morgen ook van moederdag weg moeten naar Christus' moeder, hebben we besloten om hier nog even te eten en dan straks de motor te starten en die kant weer op te varen naar Akron, naar de haven. En daar gaan we overnachten. Nou, het wordt een simpele pot macaroni. Ik heb natuurlijk maar een twee-pits dingetje hier. Ik kook op, hoe heet het spul ook weer? Ik wil altijd kerosine zeggen, maar dat zit in vliegtuigen. Hoe heet het spul? Nou, niet spiritus, dus maar wat anders. Ik geef die twee glaasjes wijn maar even de schuld. Ik kom er gewoon niet op. Wat voor brandstof ik heb. Wat zit er in kaarsen? Ik kan er gewoon niet op komen. We hebben hier een heel sherry kennetje onder staan. Maar goed, daar kook ik dus op. Gaat niet heel hard. Soms heb ik ook wel eens even een gasflesje erbij met een pit erop. Dat is ook wel handig. Maar nu doe ik het zo. Duurt het wat langer, maar we hebben de tijd. Ik ga gewoon macaroni maken met macaroni mix. Heel simpel. Niks geks. Het is dus paraffine waar ik op kook. Kom er ineens achter. Ja, het is klaar het eten. Losse saus. En macaroni. Zo, we hebben lekker gegeten. En we varen nu weer terug naar de haven. En dan gaan we daar overnachten. En dan morgenochtend weer naar huis. Ja, ja. Het is een stuk frisser nu. De wind is toegenomen. Ik heb het jasje alweer aan. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Het is moederdag. Ik heb vanmorgen van Chris een lekker doosje met chocolaatjes gekregen. Heel lief. En we gaan straks naar huis. Dan gaan we vanmiddag eventjes naar Chris' moeder. En dan komt Celine bij ons eten vanavond. En dan is de zondag weer over. Nou mensen, het is inmiddels alweer maandag. Ik heb er alweer de werkochtend op zitten. Het is 2:30. Ik zal zo met Romke uit. Ik weet niet meer wat ik gisteren nog gevlogd heb. We zijn teruggekomen met de boot. En we zijn naar Chris' moeder gegaan. En daar hebben we even een leuk plantje gebracht. We hebben even gezeten. Op gepaste afstand, daar denk ik echt om. Want ik ben nog steeds panisch voor het coronavirus. Was ik al een hele poos niet meer bij haar geweest. S'avonds heeft Celine bij ons gegeten. En die bracht wat leuks mee. Zit in een heel schattig tasje. En dat is van Terme. En dan in de geur Zen White Lotus. En dat is een body creme. En een body mist. En een douchegum. Wat me het meest bijgebleven is van gisteren is dit kaartje van Celine. Wat erbij zat. En het is te privé om te lezen wat hier achterop staat. Maar dat maakte toch mijn hele dag goed. Wat hier op dit kaartje stond. Moederdag is door omstandigheden toch een beetje een zwarte dag voor mij. Daar zal ik verder niet over uitweiden. Het is te privé. Maar dit kaartje deed me heel erg goed, ja. En deze meneer, waar ben je? Oh, daar. Die zit te wachten, daar zal ik zo mee uit. En het waait hard en het is verschrikkelijk koud. Thank you.
Nou, ik loop met Romke door het Zwarte Bos. Ik ben nu alweer een... denk al een half uur, drie kwartier weg. Ik moet zeggen, hij is aardig fit. Vandaag, goedemorgen. Ik heb al een drie kwartier erop zitten met Romke. Maar ik was aan het filmen en toen begon het te regenen. Dus ik moest stoppen, dat was wel jammer. Er was een zwaan en een stel ganzen met jonkies. Dat was heel leuk. Die kwamen vanuit het weiland aanlopen. En ik zit nu even in het natuurgebied hier. De wind is hier wat... Ja, net als ik zat ik een beetje in de luwte. Kijk, dan moet ik zo staan. Anders horen jullie mij niet. Dus ik film hier, ik praat hier eventjes, want het waait hier niet zo heel hard. Maar het gaat goed met Romke. Ik ben nu voor de derde dag op rij wat verder met hem aan het lopen. En hij heeft nergens last van. Hij niet. Ik wel. Ja. Het ziet er naar uit dat mijn heupen niet helemaal goed zijn. Ik heb ontzettend last van de liezen en de heupen. Dus of dat met yoga op te lossen is, weet ik niet. Natuurlijk heel lang niet meer bij een dokter geweest. Dus. Niet zo... Niet zo fit na zo'n wandeling, terwijl het juist wel zou moeten. Zal ik even te kijken, want volgens mij liep hier ook een gans met jonkies. Moet ik even voorzichtig doorheen. Romke vasthouden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat hij het achter dat grut aangaat. En daar gaan we. Lieve mensen, het is alweer vrijdag vandaag. Het is 11:30. Ik was naar het werk vertrokken vanmorgen. En anderhalf uur later was ik weer thuis. Ik werd helemaal niet lekker. Vreselijk misselijk. Dus ik heb Chris gevraagd om mij thuis te brengen. En ik ben op de bank beland. En ik ben nu net wakker. Maar ik ga even uitzieken. Dus ik ga de vlog afsluiten. Vonden jullie dit nou een leuke vlog? Steek dan even een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet bent. Kan door middel van die rode driehoekige knop hier beneden. En dan bedank ik jullie hartelijk voor het kijken. En dan zie ik jullie graag terug bij een volgende vlog. En allemaal een heel goed weekend. Doei doei! Thank you.